Goedenavond. Welkom opnieuw op deze wekelijkse webinar over de Oosterweel werken. Ik ben Gerlinde Dont, ik ben werfcommunicator bij Landis en ik ben opnieuw jullie gastvrouw vanavond. Vanavond trekken we opnieuw naar de rechteroever, meer bepaald naar de zone rond de ring in Merksem. We starten daar binnenkort met het voorbereiden van de werkzaamheden en we moeten daarvoor het op- en afrittencomplex Merksem gedeeltelijk sluiten. En we hebben gemerkt dat daar nogal wat vragen over zijn. Daarom ga ik daar vanavond opnieuw dieper op in en licht ik jullie toe welke werken dat er daar in die omgeving hier achter mij starten. Welke hinder dat veroorzaakt en ook hoe het verkeer zal moeten rijden. Voor we daar dieper op ingaan, wil ik even toelichten hoe deze webinar werkt voor de nieuwe bezoekers. Ik start zo dadelijk een presentatie. Tijdens de presentatie ben ik niet in de mogelijkheid om vragen meteen live te beantwoorden, maar u kan uw vragen wel stellen in de chatbox. Mijn collega's of ik zullen daar dan op antwoorden. De webinar blijft ook de hele tijd online staan, dus u kan hem gerust uitgesteld rustig opnieuw bekijken en alsnog uw vragen stellen in de chatbox. Terwijl ik dan nu mijn presentatie zoek, vraag ik jullie om misschien al even te noteren van waar dat jullie zijn. Dat is voor mij altijd handig om te weten. En dan weet ik ook dat jullie de chatbox gevonden hebben. Het is over deze zone dat we het vandaag gaan hebben. Dit is de ring richting Nederland. We kijken richting Nederland. En hier buiten beeld heeft u de wijk van Merksem. En hier heeft u de ring en we gaan daar het bermenlandschap vernieuwen. We gaan ervoor zorgen dat die ring met hogere bermen, met geluidsschermen, mooi afgesloten wordt van die wijk. En dat die wijk, dat het daar aangenamer om te wonen wordt. Ik heb een filmpje meegebracht voor jullie om het project Oosterweel even kort toe te lichten. U ziet hier Antwerpen en op Linkeroever en in Zwijndrecht gaan we de bestaande infrastructuur vernieuwen. Daar vertrekt ook de nieuwe tunnel onder de Schelde en het Sint-Annabos onderdoor. En die tunnel die komt aan op Rechteroever in het Oosterweel-knooppunt. Dat knooppunt ligt op 27 meter diepte en van daaruit kan je naar de haven en naar het noorden van de stad. En in dat knooppunt vertrekken ook nieuwe tunnels, de zogenaamde kanaaltunnels hier in beeld. En die sluiten aan op het afgebroken viaduct van Merksem. We gaan de ring immers verdiept aanleggen. En hier richting noorden gaat die onder de Groenendaallaan onderdoor. En richting zuiden onder het Schijnpoort aan het Sportpaleis. En we creëren daar een stedelijk plein met mooie groene invulling en fiets- en wandelmogelijkheden. Verderop, ter hoogte van het rivierenhof, creëren we ook een overkapping om de stadsdelen met elkaar te verbinden. Het hele project zal klaar zijn in 2030. En nog eventjes overlopen over welke onderdelen het gaat. We hebben hier de bestaande infrastructuur op Linkeroever en in Zwijndrecht. Dat is volop in uitvoering. En dan start op Linkeroever de Scheldetunnel. We gaan onder de Schelde onderdoor. Het bouwdok daarvan is in Zeebrugge. Er komen ook tunnelelementen in dat bouwdok. En dat wordt in de toekomst dan vervoerd naar deze locatie. De Scheldetunnel komt aan in het Oosterweelknooppunt. Hier in de zuidelijke haven voor het verkeer naar die zuidelijke haven en richting Eilandje. En dan kan je ook, dan maken we ook verder die ring rond richting het viaduct van Merksem hier in het oosten van Antwerpen. Dat viaduct breken we af en het verkeer brengen we van plus 1 niveau naar min 1 niveau in een combinatie van tunnels en sleuven.
En daarmee is het Oosterweel-project heel wat meer geworden dan een uitsluitend mobiliteitsproject. En we maken niet alleen die ring rond, maar met de nieuwe ringparken zorgen we ervoor dat het een omgeving wordt die aangenamer is om te wonen, te leven en te werken. Nu, wat gaan we precies in Merksem doen? We duiken eventjes in die zone aan Merksem waar het vandaag over gaat. Dit is de huidige ringinfrastructuur vandaag. U ziet dat hier in het noorden dat de ring daar niet rond is. En we maken die ring rond met een combinatie van tunnels en sleuven. Het gele zijn open sleuven, het oranje zijn delen tunnel. En dat is de ring vandaag, dat is een luchtbeeld. We kijken hier op Merksem en de Lambrechtshoekelaan. Hier vooraan in beeld heeft u de Groenendaallaan en achteraan heeft u de Mazurenbrug. Het is over die zone dat we het vandaag hebben, waar we met de voorbereidende werken starten, want dit is wat we in de toekomst zullen creëren. De Groenendaallaan die wordt omgeven door het ringpark Groenendaal. De ring verdwijnt onder de Groenendaallaan onderdoor. Dus vandaag de dag, als je aan de Groenendaallaan ter hoogte van het op- en afrittencomplex Merksem komt, dan zie je daar boven je dat viaduct verdwijnt en de ring wordt ondergebracht. Verderop komt de ring terug op de normale maaiveldhoogte en wordt de ring afgescheiden met een bermenlandschap en met geluidsschermen van Merksem. En dan ziet dat er zo uit. We creëren die groene buffer naar de wijken met geluidsbermen en geluidsschermen. De fiets- en wandelpaden worden doorgetrokken naar het noorden. En de inrichting wordt momenteel nog verder uitgewerkt door de ringparkontwerpers. Het is een conceptbeeldje van hoe het er ongeveer zal uitzien. Daar wordt nog verder aan gewerkt. En hier ziet u die Groenendaallaan. Met dan die ring die daar volledig onderdoor verdwijnt. En dit is het toekomstige op- en afrit komende vanuit het noorden naar de Groenendaallaan. Dus nog eventjes situeren, dit is de Groenendaallaan. We hebben hier de spoorlijn, het Albertkanaal hier. En de ring die van onder het Albertkanaal komt en verder doorloopt richting Nederland. In dat complex rondom de Groenendaallaan zorgen we ervoor dat de fietsers en de voetgangers veilig rondom die Groenendaallaan en die op- en afrittencomplexen, dat op- en afrittencomplex kunnen passeren. Zodat we ook een betere doorstroming kunnen creëren voor het verkeer en voor het tramverkeer op de Groenendaallaan zelf. Dat is een beeldje van hoe het eruit ziet. Dus hier in het midden heeft u de Groenendaallaan. We creëren een parkstructuur erover. En de ring die loopt zelfs volledig onder de Groenendaallaan onderdoor. Je ziet die hier niet. Maar u ziet dat we de fietsers veilig rondom die op- en afritten creëren die hier toekomen op de Groenendaallaan. Wat gaan we nu speciaal doen de komende maanden? We gaan de werfzones voorbereiden in de omgeving van de ring tussen de ring en Merksem. Dus nog eens eventjes aanduiden. Het gaat om deze zone. Hier hebben we de kaart van Antwerpen tussen het Albertkanaal en de Mazurenbrug hier ten noorden van Luchtbal. Dus die zone. En het is in die omgeving van de ring tussenin dat we gaan werken. De eerste werken starten op de Mazurenbrug. Dat is in deze zone. Dat is deze week nog, van 21 tot 25 oktober. Gaan we daar werftoegangen aan leggen. We moeten de verkeerssituatie daardoor aanpassen. Er zal gewerkt worden aan de verkeerslichten voor fietsers, aan de wegmarkeringen. We gaan de voetpaden verbreden en de fietspaden dubbel richting maken. Dat is omdat we op die Mazurenbrug ook
plaats zullen voorzien voor het werfverkeer. Er zal lokaal hinder zijn en dat wordt op de website, op onze website in detail uitgelegd. Vanaf 25 oktober, dus starten we dan met de aanleg van ja, de werfwegen, het bouwrijp maken eerst van de zone rondom die ring. We gaan bomen en struikgewas kappen. We gaan werfwegen aanleggen in de berm. We gaan werfafsluitingen plaatsen om in de toekomst dan ook de schenkokers te kunnen verplaatsen. En dat betekent voor het verkeer het volgende. Het complex Merksem wordt gedeeltelijk gesloten tot het einde van de werken. Dat betekent dat je de oprit vanop de Groenendaallaan richting noorden niet langer kan nemen vanaf 18 oktober. Ook als je komt van de luchtbal, deze oprit richting noorden kan je niet langer nemen. Hoe moet het verkeer dan rijden richting Noorderkempen? Het verkeer kan via de Noorderlaan naar het complex in Ekeren en zo de A12 of de E19 oprijden. Dus de omleiding loopt via de Noorderlaan en het complex Ekeren voor het verkeer dat vanuit Merksem luchtbal richting Nederland wenst te rijden. Op de Mazurebrug, dus dat is hier in het noorden van Merksem, zal er dus deze week lokaal hinder zijn voor die aanpassingen voor de toegang. Onder meer de verkeerslichten gaan er eventjes uit. Er wordt af en toe een rijstrook ingenomen. De wegmarkeringen worden aangepast. En zal een lokaal parkeerverbod zijn gedurende enkele dagen. Vanaf 25 oktober zal het verkeer op de Mazurebrug als volgt rijden. Fietsers die rijden op een dubbel richtingsfietspad aan de noordzijde, dus aan deze zijde van de Mazurebrug. Het werfverkeer rijdt aan de zuidzijde van de Mazurebrug. En tussenin rijdt het autoverkeer op een rijstrook in elke rijrichting. En dan zal op de ring zelf, omdat we de werfzones moeten voorbereiden in de berm, zal op de rijstrook naar het noorden gaat de pechstrook dicht. Dat betekent dat, dat u tussen de Groenendaallaan en de Mazurebrug, dat je richting noorden, dat je daar niet langer een pechstrook hebt en we voorzien daar wel pechhavens om de 500 meter. Dat is omdat we daar de komende maanden de bomen en de struiken moeten wegdoen. Er komen nog rioleringswerken aan en we moeten nog een geluidsmuur plaatsen. Voor het complex Merksem betekent te werken dat we de oprit richting noorden sluiten. Vanaf 18 oktober is die dicht. Ook die zuidelijke oprit richting noorden is gesloten. We gaan deze afrit, komende van het zuiden, gaan we afsluiten. En de afrit komende van het zuiden, die blijft open, maar daar moeten we nog wat aanpassingen doen. In de toekomst zal ook de afrit komende van het noorden sluiten. De afrit richting zuiden blijft open. Wat betekent dat nu voor het verkeer? Het verkeer van en naar de Noorderkempen, dus richting Nederland, dat sturen we via de Noorderlaan en het complex Ekeren. Het verkeer van en naar Hasselt, Gent, Brussel, dat verkeer kan via het complex Merksem naar het zuiden. Ik heb dat even uitgetekend op een Google Maps kaartje voor u. Dus het verkeer dat vanuit Merksem richting Noorderkempen wil. Dat verkeer kan niet langer de snelweg oprijden. Zij nemen de Noorderlaan en in het complex Ekeren kunnen ze richting A12 of E19. Kom je vanuit de Noorderkempen, dan ga je via de A12, E19 en het complex Ekeren naar de Noorderlaan om richting Luchtbouw of Merksem te rijden.
Dat is voor de toekomst. En wat betekent dit voor het verkeer naar het zuiden? Het verkeer naar het zuiden maakt dan gebruik van het complex Merksem. En dat verkeer kan wel de op- en afrit gebruiken aan de zuidzijde van dit complex richting Hasselt, Gent en Brussel en weer terug. En als die voorbereidende werken klaar zijn, dan starten we met de verplaatsing van de schijnkokers. Die schijnkokers die vormen een belangrijke buffer voor regenval, voor Merksem. We moeten die nog verplaatsen. We gaan nog belangrijke kabel- en leidingswerken uitvoeren. De koker wordt verplaatst. Er zullen nog wat doorpersingen gebeuren, grondwerken, afbraakwerken. Er worden ook diepwanden geplaatst voor de ring. En die werken duren ongeveer 1,5 jaar. Ondertussen zijn we ook bezig met het aanvragen van de vergunning voor de bypass. Wat is die bypass? U heeft hier het viaduct van Merksem. Dit viaduct moeten we afbreken. Hoe gaan we dat nu precies aanpakken? We gaan eerst een tijdelijke bypass bouwen langs dat viaduct tussen het Sportpaleis en het bestaande viaduct. En als die bypass als die klaar is, dan zetten we het verkeer daarop en dan kunnen we de bestaande ring hier links, dus het linkse viaduct, kunnen we dat afbreken, kunnen we de nieuwe ring bouwen, de verdiepte ring bouwen. En dan vervolgens gaan we die bypass die we hiernaast gebouwd hebben en het rechterdeel van het viaduct, gaan we dat afbreken. En dan kunnen we verder in een volgende stap de omgeving afwerken. En dan is de Oosterweelverbinding klaar en in gebruik. En dan zijn we natuurlijk in het jaar 2030. Dus momenteel loopt het onderzoek nog naar de inrichting van die bypass. Er wordt gekeken naar 3 rijstroken in elke rijrichting. Brede rijstroken, dus we gebruiken het rechterdeel van het viaduct en dan een nieuwe bypass erlangs. Die komt hier langs de rechterzijde van het bestaande viaduct te liggen. Het voordeel van die bypass is dat we een stabiele werfsituatie, maar vooral ook een stabiele verkeerssituatie creëren. Vandaag de dag op Linkeroever en in Zwijndrecht heb je daar de bestaande werken. Daar zijn heel veel fasewissels geweest de afgelopen jaren. En elke fasewissel betekent dat er hinder is voor het verkeer. Dat wilden we vermijden op de rechteroever en dat is de reden waarom we die bypass bouwen. Zo kan het verkeer blijven rijden op die bypass tijdens de bouw van de tunnels en de sleuven langs het bestaande viaduct, de afbraak van het viaduct en dan de bouw van de nieuwe tunnels en sleuven. Hoe ziet de planning voor die bypass eruit? In april gaan we de vergunning daarvoor aanvragen. Er volgt dan nog een openbaar onderzoek. We verwachten dat we kunnen starten met de werken in het najaar. En van zodra dat we meer weten over het onderzoek dat vandaag nog loopt, gaan we uiteraard uitgebreid nog ingaan op die werken. Grosso modo zien de werken er als volgt uit. Dus we starten nu met de voorbereidende werken. Het verleggen van de schijnkokers. In 2022 starten ook kabel- en leidingwerken in de omgeving van Schijnpoort. De vergunning van de bypass wordt in het voorjaar volgend jaar aangevraagd. En dan kunnen we in het najaar 2022 starten met de bouw van die bypass. Die bouw duurt ongeveer 2 jaar en dat wil dan zeggen dat we in 2024, 2025 de bypass in gebruik kunnen nemen en kunnen starten met de afbraak van de bestaande ring. In 2029 nemen we die vernieuwde ring in gebruik en breken we de bypass af. We werken de omgeving verder af en de Oosterweelverbinding is klaar in 2030. Ik
willen jullie nog even meegeven dat alle informatie ook op onze website staat. U kan alles terugvinden op onze website over het project, de verschillende projectonderdelen. We houden jullie op via onze digitale kanalen ook volledig op de hoogte. Volg onze Facebookpagina, schrijf je zeker in via onze digitale nieuwsbrief. En we houden u om de paar weken op de hoogte van de werken. En ook op onze website kan je alles volgen. Momenteel organiseren we ook buurtbabbels om de mensen te informeren en ook te luisteren naar jullie bezorgdheden. Waar er gewerkt wordt in de straten en de wijken, sturen we ook nog fysieke bewonersbrieven voor bepaalde doelgroepen. Kan uiteraard ook altijd terecht op ons mailadres. Het hele communicatieteam zit daarachter en we zorgen ervoor dat u een antwoord krijgt. En dan wil ik even nog dit meegeven. Dat is onze projectatlas. Die staat op onze website, het toekomstbeeld. Daar kan je naartoe surfen en je kan volledig inzoomen op elk onderdeel van het project. Voilà. Dat was het opnieuw voor deze week. Onthoud dat sinds 18 oktober je niet langer richting noorden kan rijden in het complex Merksem. De omleiding loopt via de Noorderlaan naar het complex Ekre, waar je dan via de A12 en de E19 naar de gemeentes richting Noorderkempen kan rijden. In de toekomst zal de verkeersafwikkeling van en naar die Noorderkempen tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding gebeuren via dat complex Ekere. Van en naar het zuiden zal dat blijven gebeuren via het complex Merksem. Dit was het opnieuw voor vanavond. Ik bedank jullie voor het kijken en tot volgende week. Tot ziens!